welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is dinsdag vandaag en de week is voor mij doormidden. Ik hoef nog 2 dagen en dan is de vakantie eindelijk daar. Dan heb ik eindelijk vakantie. Ik ben er echt aan toe. Het zal blij zijn als die andere 2 dagen ook voorbij zijn. Dan kan voor mij de vakantie beginnen, jongens. Dan is het zover. Eindelijk 1 hele maand helemaal vrij. En tijd genoeg dan om leuke vlogs op te nemen en dingen te doen. Dus ik heb er heel veel zin in. Vanavond ga ik waarschijnlijk weer een livestream opnemen. Weet ik nog niet zeker, maar dan moet ik nog even kijken. Maar ik denk wel dat ik weer een livestream ga opnemen vanavond. Nou, voor de rest gewerkt en het is alweer vroeg donker. We gaan natuurlijk langzaam naar het einde van het jaar en dan is het altijd donker. Dus ik moet in mijn vrije tijd ga ik ook even dit doen. Kijk, er ligt allemaal blad. Dus ik ga het ook eens even de tuin opruimen als ik vrij ben. Daar heb ik ook even mooi de tijd voor. Ga ik eens even eerst even dat blad ga ik eens even allemaal weghalen. Ga ik eens even opruimen dat het een beetje weer wat netter is. Want het is één bladparade van deze bomen. En die zijn nou al aardig kaal. Dus ik denk dat ik daar ook eens even aan ga beginnen. Daar heb ik mooi de tijd voor. Nou, ik krijg dadelijk mijn begeleiding weer. Dus ik ga hem zo weer neerleggen. Poesjes zijn er weer. Is er vandaag nog wat dingen gebeurd? Nou, niet veel. Het was een lekkere, rustige dag. Niet echt veel dingen, gekke dingen meegemaakt. Dus wat dat betreft lekker rustig. Op mijn gemakkie. En de laatste 2 dagen... Oh, ik krijg even een telefoon. Ik ben dadelijk weer bij jullie terug. Zo, en daar ben ik weer. Ja, even vervelend nieuws. Mijn begeleidster komt vandaag niet. Want haar man die heeft gezondheidsproblemen. En ze komt niet. Ik vind gezondheidsproblemen vind ik... Ja, klinkt weer zo raar. Gezondheidsproblemen vind ik belangrijk. Nee, het is juist belangrijk dat je geen gezondheidsproblemen hebt. Nee, maar medische dingen vind ik belangrijker. Ik kan dat heus zelf wel. Ik kan dat zelf. Het is gewoon heel makkelijk. Ik zal het jullie laten zien. Heb ik ook nog wat te vloggen. Nee, dat is gewoon makkelijk. Dat kan ik gewoon allemaal zelf doen. Kijk, want we hebben cordon bleu. Aardappeltjes. Nou, dat is gewoon in de koekenpan. Even lekker warm maken. Bakken. Hoppakee. Deze cordon bleu, dat is echt cordon bleu. Dus die moet ik heel zachtjes doen. Op een laag vuurtje. En dan heb ik nog deze. Dat moet je gewoon in het potje doen. En dan moet je gewoon warm maken. Dus dat is ook, piezel cake. Kan ik makkelijk. Nou hoor, geen problemen mee. Ik ben een goede. Ik ben een goede kok. Ik kan dat gewoon zelf kok. Ik kan goed eten klaarmaken. Dus ik ga het eigenlijk lekker eten klaarmaken. Ik ga 5 uur ga ik beginnen. En dan ga ik dat lekker klaarmaken. En dan gaan we lekker eten dadelijk. Heerlijk, ik heb er zin in. En ik ga zo nog even de computer aanzetten. En dan ga ik nog even kijken. Ja, Joost die had nog een filmpje gisteren neergezet. En ik, Kevin, ik plaag je maar hoor. Kevin die zei van jongens, hou het nou gezellig, hou het leuk. Hebt u helemaal voorkomen gelijk in. En toen zat ik Kevin te plagen. Van hey Kevin, die filmpjes die Joost plaatst. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor, hè. Ik ben It's Ultrex en ik ben geen gewoon Joost. Dus, en dan moest van wel lachen. Hij dacht eerst van, Ik zei, nee joh, ik plaag je maar, joh, gek. Oude gek van me. Oh, ik doe het verkeerd. Nee, dat is de verkeerde wachtwoord, Marco. Je moet wel een goede wachtwoordje invullen, hè. Zo, dan gaan we nog eens even... Kijken, nou ja, tegenwoordig, vroeger, hè,
vind ik eigenlijk tegenwoordig ook zo grappig, hè? Vroeger zette je de computer aan. En dan had je zoiets van, ik ga eens kijken wat er allemaal gebeurd is in de periode dat ik niet thuis was. E-mail, Facebook. Had je toen eigenlijk al Facebook? Maar in ieder geval even kijken, berichten, e-mails en zo. En dan ging je thuis ervoor zitten en dan ging je kijken, weet je wel, of dat je bericht had. Tegenwoordig, met al die smart telefoons en zo, ja, is dat niet meer. Tegenwoordig krijg je gewoon zelf de telefoon, krijg je het op je telefoon, krijg je berichten binnen. En als je thuis komt, is daar eigenlijk nog niks gebeurd, want je hebt geen melding meer op je telefoon gehad. Dus je staat niet meer eigenlijk voor gekke verrassingen of zo. Dat is wel eigenlijk, toch wel weer, wel leuk eigenlijk. Of eigenlijk wel grappig eigenlijk, hoe die situatie eigenlijk. De vraag hoe je. Oké. Ja, nee, ik had even op de Metro Simulator beta vorm. Want ik had gisteren ineens via een berichtje gevonden. En ik denk, krijg nou wat. Dat lijkt wel Metro Simulator. Ze hadden zeg maar een simulator hadden ze gemaakt. En dan kon je dan zeg maar in de metro rijden. Maar het beeld, dat was eigenlijk Metro Simulator beta. Dus ik had het even erop opgezet. Ik denk, het is wel leuk om even te laten zien aan andere mensen. Van, jullie beta wordt gebruikt voor andere dingen. Dus dat had ik even gepost. Dat vond ik wel leuk. Nou, ik moet de vlog van morgen nog even bekijken. Ik ben nog niet. Ik heb de vlog van gisteren heb ik nog. De vlog van zondag. Die zelfs nog. Nee, ja, de vlog van zondag is zelfs nog eens klaar. Dus ik moet echt weer eraan gaan beginnen. Want anders dan is het net zoals vorige week dat ik verschrikkelijk uitloop. Krijg nou joh. Na 33 jaar moet de zwembroek en de bikini weer aan in zwembad Dolfijn in Maassluis. Het traditionele uurtje blootzwemmen op zondagmiddag stopt vanwege onvoldoende bezoekers. Volgens de naturisten zwemvereniging Puur Natuur is dat onder meer het gevolg van de verpreutsing van de samenleving. Ja, je maakt wel eens wel af en toe wel zelf wel even wat mee, hè? Je hebt af en toe wel eens van die berichten dat je bij je eigen denkt van. Ja. Dus. Vandaag. Oké. Die is ook leuk. Vind ik ook wel grappig. Ik ben gelijk even de social media even een beetje aan het bekijken. Even op mijn Facebook. Maar dat is wat ik al zei. Je hebt alles eigenlijk al op je telefoon, lees je elke keer. Dus ja, je staat niet meer voor verrassingen. Of je moet iets over het hoofd even snel gelezen hebben. Maar voor de algemeen. Ja, krijg je tegenwoordig gewoon via je smartphone gelijk binnen als er iets is of als je bericht hebt. Dus vandaar. Ik heb niet veel verder meer te melden. Ik ga even lekker koken zo. En dan spreek ik jullie dadelijk weer allemaal als ik gegeten heb. En dan zie ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik ben inmiddels begonnen met het eten. Kijk, ziet er heerlijk al uit. Lekker aardappeltjes, stukje vlees in de vorm van een lekkere schnitzel en ook de dopertjes, of de dopertjes voor mij nou, de snijbootjes heb ik opgezet, voor mij nou zeg dopertjes, nou ziet er wel heel erg raar uit voor dopertjes. Dus lekker aan het koken, lekker aan het kokkerellen,
Dus ja, ik heb er gaat hartstikke goed. Ik ben lekker af van kokerellen. En ja, het beeld staat even een beetje zo, maar ik moet eventjes mijn aandacht ook bij het koken houden. Want anders dan ben ik weer afgeleid. Ik ben heel erg snel afgeleid. Dus ik moet nou alleen de aardappeltjes even omdraaien zo. En de schnitzel even ombakken. En dan ziet het er weer heerlijk uit. Ik weet al een leuke titel trouwens voor deze vlog. Jullie hebben hem al gezien. Koken met Marco. Zo ga ik die vlog noemen. Dat vind ik een leuke naam voor... ja, vind ik een leuke naam voor de vlog van vandaag. Nou, hoppakee. Dat is allemaal klaar zo. Even kijken of ik hem even omdraai. Ik denk dat ik wat meer boterham moet gebruiken. Maar... het gaat de goede kant op. Ik zal even... ik ga even wat hei erbij maken. Zo. Als zuiver even afzetten, aanzetten. Maar het ziet er al wel smakelijk uit te zien. Kijk, ik zal het even laten zien. Heerlijke aardappeltjes. En lekkere schnitzeltje in de boontjes. Dus wat dat betreft komt het wel goed uit. Ik ben alleen iets kwijt. Een menu moet ik drukken. Ik druk op de verkeerde knop. Maar dat maakt niet uit. Doe ik even zo. Nee. Ja, nu doet het weer. Ja, het begint wel lekker te maken. Ik had alleen hier had ik wat meer boter in mogen doen. De boter is bijna op. Hup, lekker heel wat boter erop. Maak het uit. Dus hier heb ik ook lekkere paprika poeder. Doe ik er altijd op. Beetje zout natuurlijk. Lekkere paprika poeder. Dus dat gaat de goede kant op. Zo. Ik zet hem even het as uit de kap. Dan kan ik gelijk eten. Dan kunnen we dadelijk gaan eten, jongens. Aardappeltjes zien er al heel goed uit. Dan ga ik een klein stukje proberen. En het is alleen de schnitzel nog even een beetje onder nog bakken. Op een laag pitje. Kunnen we aan tafel? Want we zijn aan het opwarmen. Dus wat dat betreft komt alles wel helemaal goed. Dus vandaag. Nou, ik spreek jullie het allemaal even dadelijk weer. Ja, ik heb niet veel te melden. En ik ben druk bezig met koken. Dus ik spreek jullie dadelijk weer als ik weer mijn handen vrij heb voor de camera. Tot zo. Zo, en ja, alles is al een beetje bijna klaar. Dus nou, ik kan er maar even kies. Schnitzel is lekker aan het bakken. En de gewoon lekker warm aan het worden. Dus het is allemaal netjes. Het gaat de hele goede kant op. Kijk, eindelijk begint hij een beetje lekker een beetje te sussen. En dan moet ik hem om en om moet ik hem bakken. En dan is die weer helemaal toppie. Zo, het is inmiddels 11:30 en ik ga zo naar mijn bedje toe. Ja, ik wou na het eten nog even een stuk vlog opnemen. Maar er is nogal het een en ander. na het eten is er nogal het een en ander heb ik gedaan. Dus wat dat betreft kon ik even niet meer opnemen. Terwijl het donker even ingaat. Zo.
Wat heb ik allemaal gedaan? Ik ben nog even bij mijn buurman geweest. En daarna heb ik nog even lekker op Skype gezeten. Samen met Kevin en Ramon. En ik heb om 6:30 een livestream gehad. Een livestream die helemaal in het honderd is gelopen. Omdat mijn internet het weer vertikte. Mijn internet vertikte het en na 10 minuten was die al 2 keer uitgevallen. Toen heb ik de livestream afgesloten. En heb ik het stukje livestream van 10 minuten heb ik weggegooid. Heb ik gelijk weer verwijderd, want ja, het was gewoon helemaal niks. En toen heb ik eens eventjes Ziggo opgebeld om te vragen wat er nou precies aan de hand is. Het wordt gewoon steeds erger en het wordt ook gewoon zo steeds meer dat ik kan gewoon met mijn PC momenteel niet meer livestreamen. Dat komt omdat elke keer de verbinding uitvalt. Ik heb al mijn Skype, heb ik ook al ontzettend veel problemen ermee. En ik ben nu zat en ik heb nu Ziggo opgebeld en tegen hun gezegd van joh. Ik heb een YouTube kanaal en ik wil livestreams verzorgen voor jullie. En met dit internet gaat dat gewoon niet. Doe er wat aan, anders dan stap ik gewoon even naar de concurrent. Nou, daar was ze niet blij mee. Toen ik zei van, dan ga ik wel naar een ander toe. Dus ik heb een nieuw modem, wordt er naar me opgestuurd. Ik zit nog met de oude modem. Het is inmiddels natuurlijk Ziggo geworden. Vroeger was het UPC. En mijn kastje is nog van de UPC. Dus ik krijg een nieuw modem opgestuurd. Schijnt sneller te wezen en beter. Dus het is 5 dagen werkdagen wachten en dan komt dat nieuwe modem binnen. Moet ik even op wachten en als het goed is, is dan het probleem verlost en val ik ook niet meer weg tijdens livestreams en heb ik gewoon minder last ervan. Kan ik gewoon beter weer livestreamen en ook op de PC livestreamen, zodat ik voor jullie ook Planet Coaster, Metro Simulator en andere spellen weer kan gaan streamen op de PC en op de PlayStation. Daar moet ik dus even op wachten. 5 dagen, 5 werkdagen. Dus het zal denk ik volgende week, maandag, dinsdag, zal die wel binnenkomen. En dan kunnen we tenminste weer gewoon streamen. Nou, de 100ste vlog is eindelijk, de 200ste vlog is eindelijk klaar. En die is dan nou te renderen. En dan ga ik alvast 201 ga ik alvast een beetje kijken. Omdat het is 10:50 al. Ik weet niet of ik er nog aan ga beginnen. Maar ik denk dat ik een klein beginnetje alvast ga maken. Met de vlog van afgelopen maandag. En dan begin ik weer een beetje bij te komen gelukkig. Ik ga er even snel aan werken om alles weer in orde te maken. Anders loop ik weer vers te veel uit. Zoals vorige week. En dat is, dat is gewoon irritant. Ik kon het liefste zoveel mogelijk bij zijn, want dan kan je het makkelijkste achteroverleunen en heb je het makkelijkste werk, is het makkelijkste werken. Nou, de katten leggen al, Bukito leggen al lekker in de mand. Dribbel, die zie ik niet. Waar is Dribbel? Kijk, je roept hem gewoon even en hoor je een soort geproor, hoor je brrrt, hoor je dan. En dan komt hij gewoon naar je toe, hè. Daar heb je hem, hoor. Daar haai je hem toevallig, hoor. Daar haai je hem toevallig. Daar haai je hem toevallig. Daar haai je hem toevallig. Hé, Dribbel, hè. Ja, wat is het allemaal, Drippie? Nog 2 dagjes, hè. Ja, nog 2 dagen. En dan, jullie moeten het de hele week aanhoren. Nog 2 dagen. En dan heb ik vakantie, gelukkig. Ik zal blij zijn als ik vakantie is. Dan gaan we een hoop leuke vlogs opnemen.
Nou, ik ga hem bij deze ga ik hem neerleggen, jongens. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, doe even het blauwe duimpje of het zwarte duimpje de lucht in. Ik moet even leren om niet meer blauw duimpje te zeggen, want het is geen blauw duimpje meer. Doe gewoon een blauw... Doe gewoon het blauwe duimpje omhoog. Nee. Doe het duimpje omhoog. Juist, zo is het. Doe het duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer mijn kanaal. Druk even op dat belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe livestream of video is. En dan wil ik ook nog vertellen, volg mij op Twitter. Ik zal het een paar keer zeggen, want jullie volgen me maar niet op Twitter. Volg me nou op Twitter. Apenstaartje, It's Ultrex, hieronder. Hieronder in beeld. Hieronder. Hier, hieronder. Kijk dan. Goed zo. En dan kunnen jullie op de hoogte gehouden worden van mij. Daar post ik al mijn gebeurtenissen. Ik post eigenlijk meer op Twitter dan op Facebook. Dus willen jullie echt van alles op de hoogte gehouden worden, volg mij op Twitter. Daar doe ik alles posten wat ik meemaak, wat ik beleef en wat me bezighoudt. Nou, dan kan ik alleen nog maar tegen jullie zeggen, vreselijk, je doet het je ergste vijand niet aan, toedels, vreselijk. En ik zie jullie morgen allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op dit kanaal. Morgen is het woensdag en dan moet ik nog één dagje, donderdags, en dan is het zover, jongens. Dan gaan we het beleven, dan gaan we het beleven. Ik... zou zeggen, jongens, de groetjes. Fijne dag verder. Prettige middag verder. Prettige avond verder. Prettige ochtend verder. Ik weet niet wanneer jullie deze vlog bekijken. Maar in ieder geval, tot morgen. Tot een nieuwe vlog. En jullie weten het allemaal. Skabidi, skabidoo, skabidabidoo. Paf.